Goedemorgen iedereen, welkom bij de Longmesdag 3. Vandaag is de dag van de house tour, dus ik ga jullie een house tour geven natuurlijk. Ik ga alles laten zien zoals het is. Ik heb niet extra opgeruimd of zo, of van die dingen, want het leven zoals het is, ook hier. Dus ik dacht dat is ook leuker voor jullie om te zien dat er soms misschien wel eens wat rommel ligt of zo. Dus ik ga jullie de Christmas house tour geven. Oké, we beginnen buiten. Het is onze voorgevel. Ik ga niet alles laten zien, maar dan komen we binnen, waar we één katje hebben, Mups. Hey Mups! Hey Muffin! En hier is eigenlijk onze schoenen en tassen station. Hierin gooien we al onze sleutels. En dit Christmas wreath wil ik nog aan de deur hangen, maar we hebben geen ijzer om dat op te hangen. Dus hier staan mijn tassen, een beetje aankleding. En dit is echt schoenen en tassen van mij als zowel Niels. Dan hebben we hier een hele mooie foto gemaakt door Celine. En gekregen deze kader van Amber en Nicky. En dit is dus de gang. Ik zal het licht even aan doen. Zo, een mooie kabel die hier altijd ligt door ons huis. Voor Niels om FIFA te spelen. Dus dat hoort er ook bij. Die ligt hier al sinds we hier wonen, denk ik. Dus ja, hier in de gang hebben we nog een spiegel. En dan hebben we hier de eerste deur. Dit is de bureau/ een beetje rommelkamer. Hier is Niels zijn FIFA station. Hij heeft wel hier ook een internetaansluiting, maar die werkt niet. Daarom ligt die kabel hier dus. Dan hebben we hier het raam. Hier een spiegel als we ons nog moeten spiegelen voor we naar buiten gaan. En hier is de printer. En wat rommeltjes op de printer. Hier bewaren we ook onze papieren en zo in de kast. En hier zet ik ook vaak dingen die ik nog moet shooten. Dus hier staan nu dozen van Bobo Tremolo. Omdat ik die nog moet shooten. Ik zal even het licht aan doen. En dan hier hebben we een jassenrek. En nog een paar jassen aan de deur. Dus als we snel de deur uit moeten, pakken we hier onze jas. En dat is eigenlijk het bureau. Dan gaan we hier naar de volgende deur. En hier is het toilet. Hier is het wc. Ook een beetje aangekleed voor kerst. Niet te veel, redelijk wit. Maar ja. Als jullie trouwens vragen hebben over iets, mogen jullie mij dan in de comments stellen. Ik ga een paar dingen zeggen, maar niet alles. Bijvoorbeeld deze is van Maison du Monde. En deze is ook van Maison du Monde. Dan weten jullie dat al. Het matje is van de Action. Dan gaan we door naar de living. Tada! Favoriete plaats van het huis toch wel. De living en de eetkamer en de keuken eigenlijk. Dus eigenlijk een beetje alles. Dit is de living. Onze zetel is van Overstock Home. Dan krijgen we ook heel veel de vraag. In geel bij Overstock Home staat die in de showroom. Ja, momenteel is dat niet open. Maar als het terug open gaat, kunnen jullie daar gaan kijken. Maar dit is dus onze zetel. Echt een zalige zetel. Echt verliefd op onze zetel. Een ideale grootte voor in ons huis. Hier hebben we trap naar boven. Met als ook een wasmand met geplooide was die nog naar boven moet. Keeping it real. Dan hebben we hier een hoekje, lamp. Geen idee van waar die komt. Al onze posters die je gaat zien zijn trouwens van Decennio. Onze salontafeltjes zijn van Hazel en nog iets. Ik kom er niet op, maar een winkel in Eindhoven is dat. Die zijn wel al 3 jaar oud, denk ik, want Niels had die op zijn appartement. Ons tv-meubel is van Meubis.
En deze stoel krijg ik ook heel vaak vragen over. Is van Carrefour. Van de ja, zo tuincollectie. 2 jaar geleden bij Carrefour hebben Celine en ik zo een gekocht. Een heel goede deal daarop gedaan. En dan hebben we hier dit. De wandplankjes zijn van Lampen Online. Noemt dat. Onze tv, die gigantisch is. Dat is natuurlijk Niels zijn ding. Dan onze krabpaal is van Zooplus. En zo ziet het eruit langs deze kant. De mat is van Benuta trouwens ook. En daar hangen wat mooie foto's die ook weer Celine heeft gemaakt. Een kerstthema. Super cute. De datumposter is van Decenio. Zo ziet het er hier uit. Oh, ik ben echt verliefd op onze lieveling. Ik zal hier ook even het licht aan doen. Deze lampen zijn trouwens van bol.com. Die waren maar €99, denk ik. Dat is wel een goede koop, want ik vind dat wel mooi. Ja, oogt heel mooi. En dan het rek. De tafel en de bank zijn van Maison du Monde, maar ook al 3 jaar geleden. Dus die staan spijtig genoeg niet meer online. En deze rieten stoelen hebben we tweedehands gekocht van iemand. En mijn rekje, mijn barkaartjes van Meubis. Dus zo ziet het eruit langs deze kant. Dit is ook overdag mijn werkstation. Het is nog ochtend, het is 9:30. Dus ik was hier bezig met mails en mijn theetje te drinken. Dus 's ochtends werk ik altijd hier als ik niet op kantoor ben met Celine. Dan hebben we hier het barkaartje. Jee. En deze, dit is echt een mengeling, denk Action, Maison du Monde en oh, het heeft Niels gekozen. Denk Floralux. Dus en ons pampasgras is ook allemaal van Maison du Monde, nee, van Floralux, sorry. En dan hebben we hier onze kerstboom. Oh, ik ben echt verliefd op onze kerstboom. Ik vind hem zo mooi. En deze mat onder de tafel is van bol.com. Maar die vind je ook op Benuta en zo. Dan hebben we hier de keuken. Dus als we in de eetkamer staan, hebben we hier onze keuken. Ik ben ook echt verliefd op onze keuken. Echt zo mooi. Echt, ja, zalig. En dan hebben we een combi microgolf oven. Dit is de keuken. Ik ben ook gewoon obsessed met het tablet. Het enige is wel, er komen best snel krasjes in. Dus als je er met iets over wrijft, dan zijn er wel snel krasjes. Zoals hier. Ik weet niet of jullie dat gaan zien. Maar hier is zo'n krasje. Dus dat is wel het spijtige. En ja, we hebben afwas staan, want onze afwasmachine is vol. Dat is net klaar, dus ik ga dat zelfs switchen. Maar dit is dus onze keuken. Deze mat die we hier tussen hebben in onze keuken, hebben we van Niels zijn mama gekregen. En die is van Jisk. En de deurmat is van H&M. Dan is dit ook buiten. Ik ga nu niet buiten gaan. Maar buiten hebben we een pompoen. Die moet weggegooid worden van achter. Dan ja. Is momenteel niet veel speciaals buiten. Maar ik denk ook dat we onze tafel en zo gaan afdekken binnenkort. Omdat het zo ja, gaat vriezen en zo. We hebben zo'n doek daarvoor. Ook deze krabpaal is trouwens van Zooplus. We hebben hier nog een vuilbak staan. En dan is dit via hier een overzichtje. Dan hebben we hier de berging. De katten hebben net nat voer gegeten. Dus don't mind the mess. Dat ga ik zelfs opruimen. Maar hier is eigenlijk ja, de katten, hun eten, hun water, hun wasmand. Dan hebben we hier op berg rekken. En mijn stofzuiger en ja, Swiffer en zo van die dingen. Dingen voor het wasmachine, onze blauwe zak, de kattenbak achter de deur. Nog een extra frigo voor drank en diepvriezer.
En dan hier ons wasmachine en droogkast hebben we hier staan. En hier hebben we de garage, dat is ook niet veel speciaals. Hier is het leven van een influencer. Dus deze influencer krijgt heel veel pakjes. En dat staat hier echt vol. Dan hebben we hier de kussens voor buiten. Bakken waar we glas in doen voor naar de glascontainer te brengen. Ja, werkmateriaal van Niels. Hier staat nog een pak wat voor Totally Too is, onze blauwe zaak. En hier hebben we nog schoenrekken. En in die kasten zitten trouwens onze meters en zo allemaal. Ons garagepoort is trouwens een beetje scheef daar, maar dat komen ze maken binnen 2 weken, denk ik. Dus zo ziet het er hier uit. Grasmachientje. Omdat we hebben ook nog geen tuinhuis buiten, zoals jullie kunnen zien. We willen wel een tuinhuis. En we willen ons tuinhuis... Ja, sorry, we hebben trouwens ook een mol in de tuin. Dus don't mind the moles hopen. We krijgen hem niet weg. Maar we willen dus op dat platformpje daar nog een tuinhuis zetten. En we gaan ook nog de draad afmaken met zo'n zwart weefding ertussen, zo vlechten. Maar dat zal eerder voor het voorjaar zijn. Maar dat zijn nog onze plannen. Dan, hier is het andere deel van ons terras. Als jullie dat niet te goed zien. Hier heb ik ook nog een kerstboompje staan. Een pot met tennenappels. En hier is ons lounge set. Die is trouwens van Paco Meubels in Overpeld, denk ik dat dat is. Of Neerpeld of zo. Alles in Paco Meubels, maar Niels had die ook al. En onze tafel en stoelen hier zijn van Floralux. Maar die stoelen passen echt perfect bij deze. En die zijn van Floralux. Oké, dan gaan we naar boven. Let's go up. Dus nog eens een overzichtje. Ik ga hier het licht op de trap aan doen. Dit is onze trap. Hier heb je nog eens van op de trap een overzicht over de living. En dan hier komen we boven. Hier is ja, ons halletje, niks speciaal. Dan hebben we hier de eerste deur aan de rechterkant. En dit is de logeerkamer. Onze logeerkamer. Als er mensen komen nu met corona, is dat natuurlijk allemaal niks. Maar ja, hier hebben we nog wat ladekasten waar wat lakens in zitten en Niels zijn werkkleren. Nog een stoeltje, een lamp, tv voor de logees. En dan, hier hebben we nog geen licht. Ik wou dat licht uitdoen, maar dat hebben we hier nog niet. Dat is denk ik de enige kamer. Dan hebben we hier de volgende deur. En as you can see is dit de rommelkamer. Ik heb dit een tijd geleden helemaal mooi gemaakt. Maar ondertussen schiet er al niet meer veel van over. Daar staat ook mijn tubbel, mijn bad. Dus als ik dat wil gebruiken, kan ik dat hier pakken. Maar ja, rommelkamer spreekt voor zich. Moeten we niet te lang naar kijken. Dan hebben we hier de badkamer. Dit is onze badkamer. Ook een beetje rommel, zoals daar. Dat is van mezelf. Met een grote douche hebben we. Dit rekje is trouwens van de Action ooit. En dan hier hebben we nog aan de deur dingen hangen. Dus ja, onze badkamer, hè, Milks? Volgen jullie mij? Ja. Dan hebben we hiernaast het toilet. Ook, spreekt voor zich. Een wc'tje nog. Ik heb hier nog een quote hangen en een spiegeltje. Dus dit is het toilet. Ook weer, ja, voor zichzelf sprekend. En hier is onze dressing. Dus dit is de dressing. Dit is mijn kant van kleding. Hier hebben we 2 krukjes staan waar momenteel qua rommel op ligt. Dus daar zijn al mijn broeken en joggings. En hier zijn al mijn kleren. En mijn zomerkleren zitten daar niet bij. Dan hebben we hier nog een rek van mij. Ziet er zo uit. Mijn parfums staan daar. En dan aan deze kant hebben we Niels zijn.
kleren. Ook best wel veel kleren voor een man, vind ik. En Niels zijn broeken en zo. Dus ja, hierop heb ik nog mijn juweeltjes. En van hieruit zie je ook de tuin. We hebben ook nog zo'n plat dak. Maar daar gaan we niet op. Allee, daar kun je ook niet op, denk ik. Nou, daar, hier is ons tuintje. En ja, kleren, hè. Vooral veel kleren hier. Uit deze rekken trouwens. Want daar krijg ik ook wel veel vragen voor. Dat zijn van die... hoe noemt dat nu weer al? Lab. Ik weet niet meer hoe dat juist noemt. Maar ze zijn van bol.com. Ah, telescopische rekken. Zijn dat, telescopische rekken. En we zijn hier wel heel tevreden van. Want je hoeft niet te boren of zo. Je moet die gewoon zo zetten. Dus dat is wel echt top. Dan gaan we van de dressing naar de... Wat is dat, Melk? Naar de slaapkamer. Die hier is. Hier is onze slaapkamer. Ziet er zo uit. Die hebben jullie gisteren gezien in de slaapkamer, een makeover. Dit is dus onze slaapkamer tv. Hier staat een spiegel. Onze tv. Een hoekje om te zitten. Waar ik nooit ga zitten, maar oké. En dan, ja, ons bed. Ons bed is van Meubis trouwens. Ik hou echt heel veel van dit bed. Ik vind het zo'n mooi bed. En onze nachtkastjes zijn van Vida XL. Dus zo ziet de slaapkamer eruit. En de slaapkamer ga ik na kerst als volgend projectje aannemen. Doen. Want ik wil hier allemaal witte ladekastjes van de IKEA. Zodat die kast mee op de dressing kan voor extra ruimte. En dan wil ik liever in de plaats van zo'n stoel een zeteltje of zo daar. Die plant moet ook weg. Ik wil zo de slaapkamer wat volwassener maken. Natuurlijk met de kerstdingen nu is hem helemaal niet volwassen. Maar ik wil de slaapkamer wat meer mooier maken en volwassener maken. En met heel veel wit en zo. Dus dat ga ik binnenkort doen. Oké, dan uit de slaapkamer. We zijn er bijna. Ik zie dat ik al 16 minuten en een half aan het praten ben. Amai. Maar hier hebben we nog een deur. Die gaat naar de zolder. En hier is momenteel echt niks gebeurd of zo. Niet verkerstigd of zo. Hier is onze man cave. Allee, Niels zijn man cave vooral. Dus het ziet er zo uit. Niels zijn zetel staat hier. En dan hebben we hier nog een tv-kast. We hebben hier een beamer. En daar staat de beamer. Dus we beamen dat hier als we hier iets kijken. Maar dat hebben we nog maar één keer gedaan. Niels zijn fiets die hij ooit heeft gemaakt. Dus een beetje een iets mannelijkere ruimte. Al heb ik het ook wel wat vrolijk gemaakt met kaarsjes. En een pleetje en zo. Deze mat is trouwens van mijn oma en opa. Dat is een erfstuk. En de zetel van Niels is ook van Overstock Home. In geel. We hebben daar nog een kastje staan. En koffers. En hier een rekje. En hier hebben we een klein fitnessruimteke wat we echt effectief nooit gebruiken. Ik denk dat Niels hier twee keer heeft gefietst sinds we hier wonen. En dat is het. Dus ja. En hier zijn onze dingen voor de zonnepanelen en zo. Dus dit ziet er zo uit. En ons tafeltje trouwens in het midden is met zo die monden. Maar dat is van de buitencollectie. Want dat hebben we eigenlijk gekocht voor buiten. Maar dat staat nu hier. En ja, dat ziet er zo uit. Woehoe, that's all folks. Dat was alles voor onze huistour. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik heb geprobeerd jullie in één trek mee te nemen. Dat jullie echt goed alles kunnen zien zoals het is. En dat er niet zo geknipt wordt. En dat je dan denkt van, waar zitten we nu? Dus dat was mijn bedoeling. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Vergeet ook niet om een leuke comment na te laten. En dan zien we jullie in de volgende vlogmas.